Voilà, het is vandaag zondag 2 augustus. Ik zit tegenover via Skype Pelé, Tom Pelé Peters. Lieve vriend, wij hebben elkaar nog niet zo lang geleden gezien over Ennio Morricone. Maar toen had jij een zeer mooi Ennio Morricone intro gemaakt. En nu heb jij speciaal voor de 250ste ook de nieuwe Fokcast intro tune gemaakt. Ja, waarvoor dank. Ik ben zeer vereerd dat je dat wou doen. Geen probleem. Ik ga het, ja, mensen hebben hem dus al gehoord, hè, want het was aan het begin. Voor de mensen die kijken, ga ik het ook, voor mensen via YouTube ga ik het hier ook even voorzetten. Dan hebben de mensen het ook gehoord. Ja, ik ben er heel tevreden van. Ik vind het heel erg goed. En, want we hebben het natuurlijk heel lang over Ennio Morricone gehad, maar we hebben het eigenlijk niet over jou gehad. En als ik dit luister, dan hoor ik Jean-Michel Jarre. Ja, dus een beetje eind jaren 70, begin jaren 80, plastic covered. Ja. Op zich niet zo'n onwaarschijnlijke, zo'n plastic klinkende Jean-Michel, ja, PVC, hè, zoiets. Is dat iets wat je graag hoort? Is dat op jou? Ja. Eigenlijk wel. De meeste mensen associëren me het altijd met Morricone, omdat ik het er altijd over heb. Ja. Maar ik ben eigenlijk even goed zwaar gitaarliefhebber van Black Sabbath. Maar ook die de krachtwerkende Jean-Michel Jarre en Johan Timmer. Nederlander, ja, die ook zo van die dingen gemaakt heeft. En weet jij dat Ad Visser ook zo'n soort plaat heeft gemaakt ooit? Nee, dat wist ik helemaal niet eigenlijk. Ad Visser, de man die Top op presenteerde, heeft ook een soort Jean-Michel Jarre plaat. Ik had die vroeger op cassette. Ik weet niet of ik die ooit... Die heeft ook science fiction boek geschreven. Of boeken, dat weet ik niet. Maar die heeft ook een soort... Ja, Jean-Michel Jarre, Vangelis. Zo'n soort plaat gemaakt. Ad fucking Visser. Dat wist ik absoluut niet. Voilà, daar leer je helemaal niet bij. Ik vroeg me al af. Dat heb ik me altijd afgevraagd. Zo, van waar is die man ooit gekomen? Dat vroeg ik me altijd wel af. Want dat is zo... Een outlooking guy. En natuurlijk, hij had wel wat verstand van muziek. Ja. Top op. Ja, wij keken al heel veel naar Nederlandse tv vroeger. Dus Top op was ook de enige referentie voor de popmuziek, denk ik, toen op tv. Absoluut. En de man zag. Een heel, hij leek mij 2,85 meter. Maar dat is hem niet, denk ik. Maar hij leek me een gigantisch grote man. Ik denk dat wij hem eens ontmoet hebben. Ik ben het vergeten, maar ik denk dat wij hem eens ontmoet hebben toen we de Andy show maakten bij Adriaan. Ik denk dat we hem toen, dat hij toen ook eens in een aflevering zat. Daar staat me iets van bij. Maar zot als een deur. Zotte gast. Wacht, ik ben hier even aan het zoeken, hè. Een synthesizer album. En daar hoorde een roman bij. Sobrietas of zoiets. Sobrietas? Ja, dat moest gewoon heel raar klinken. High-Tech Heroes. En dat was het. Dat was het wat ik had. High-Tech Heroes. Synthesizer album. Ja. Dat moest vroeger ook altijd wel raar klinken. Hè? Ofwel moest je plaats Cosmosynthetiek of noemen. Zoiets. Icaro of ik zeg maar iets. Ja, Equinox. En of dat, en, ja. Of zo je had, vroeger. Je had ook dat nummer, weet je dat nog? Nova. Ja, van Aurora. Aurora, ja. We hebben dat gedaan. We hebben dat nog gedaan met de Jimmy. Bij de vorige show van Adriaan, als wij in die kast zitten. Dat was dus we beginnen eigenlijk, als de mensen binnenkomen, zitten wij al met twee in die kast. In die kast met Jimmy de Wit. Ik ga dat niet in detail meteren, maar dat was soms hilarisch. Soms hadden jullie ook kleren aan, het schijnt, maar niet van. We hadden nog kleren aan, ja. En dan hebben we die hier ook gedaan. We hebben zo'n heel plastieke versie van alles gedaan. Zo pikken een medley. Medley van onder andere met Aurora. En dan, maar dan echt zo op één beat. Dat was, ik weet niet hoe plezant. En dan, ik heb op single, ik zweer het je. Ik heb dat ooit op singeltje gekocht. Dat is onwaarschijnlijk. Dat moet je eens opzoeken. Maar volgens mij is dat... gigantisch verkocht. Wat dat ligt, dat is een wereldhit. Dat ligt op bij mijn tante. Nee, die is 80 jaar. Die had die toen al in een tijd gekocht. Dat was zo... Ja, dat was een... Ik weet niet hoe dat kwam, maar dat zo... We hebben ook zo zelf in België zo enige gehad, denk ik. Maar hoe noemen die... dat is een fantastische clip van... Ga je die doorsturen? Ja, ja. Dat gast met een soort van...
Rainbow Bands in zijn haar en dan zo met zes synthesizers hier en zes synthesizers daar. Er is niks aan te springen tussen die synthesizers. Gaat u doorsturen, want dat is goed, maar ik ben zijn naam kwijt. Nee, maar dat heeft mij wel. Dat zijn zo wel dingen die mij. Ja, Jean-Michel Jarre kenden we al van vroeger. Van Geels, of die kennen we ook van vroeger. Maar er zijn zo heel veel van die. Ik heb zo een paar jaar geleden, of 10, Sauveur Malia ontdekt. Sauveur Malia, dat zijn zo twee library-platen, Cosmos Synthetique 1 en Cosmos Synthetique 2. Ja. Ze zijn wel vrij duur, maar dat is ook zo heel plastiekerig, maar toch heeft dat iets. En we hebben het ook gehad over. Clockwork Orange, hè? Dat het er wel iets heel schoon, maar dat het ook iets heel kil tegelijkertijd. Ja, en ook een beetje kitscherig en toch cool. Ja, het is zo, en daar zitten. En, ja, absoluut, die soundtrack van. En dat is begin jaren 70, hè, denk ik. Dat is nog ouder, hè? Dat is 75 of zoiets, of 74? Ja, zoiets, dat is begin jaren 70. Terwijl al die andere dingen, hè, zo inderdaad, Jean-Michel Jarre, dat soort dingen, dat is toch eerder. Eind jaren 70, begin jaren 80, hè? Dat is jou ook wel behoorlijk beïnvloed dan. Ja, en ik denk ook dat even nog eens op Jimmy de Witte te komen. Jimmy de Witte dan nog mij wel wat bijgeduwd. Maar ik hou wel meer van dat zweverige in die dingen zo. Eigenlijk is dat heel raar. Want van waar komt dat? Is dat alles, in Jean-Michel Jarre, die Sauveur Malia, wordt allemaal gelinkt aan de ruimte. Ja, science fiction. Science fiction, terwijl, er is geen geluid in de ruimte. Maar toch wordt dat toch... Het hoesje van Nova, van Aurora naar hoesje. Ja? En dat is een planeet, en dat zijn planeten, en dat is de ruimte. Ook de hoes van, was het de Oxygen zeker? Dat was ook een planeet. Dat is de planeet met zo half een skelet of zoiets eronder. Dat ging al een beetje over het milieu waarschijnlijk. De Jean-Michel Jarre had het toch snel van elkaar. Ik heb toevallig, het is een beetje zijdelings ermee verbonden. Ik heb een van de allereerste cd's die ik ooit kocht, midden jaren 80 teruggevonden. En dat is deze cd, die heet Back to the Future. Ja, typisch. 18 science fiction film teams, maar zo slecht nagespeeld door de London Starlight Orchestra. Ken je dat soort? Dat is heerlijk, hè, zoiets. En dat is van welke platenfirma is dat? Van zo'n Mattel of zo? Mattel of zoiets? Platenfirma staat er ook staan. Zoiets, hè? Of Arcade of zoiets. Hè? Maar dat zijn heel veel van die dingen. Ik ben nu de namen compleet kwijt, maar dat is nu. Een jaar of 20 geleden was er een gast die. Ook een beetje clandestien dan maar je hebt zo van die cultfiguren. Ik denk een of andere Deen of Zweeds. Mambo Kurt bedoel je toch niet? Mambo Kurt? Nee. Nee, het is een gast die alle platen van Iron Maiden naspeelde op zijn synthesizer en dat uitbracht. Bijvoorbeeld. Van die dingen. Mambo Kurt, hè, die overal Mambo-nummers van maakte met zijn. Ja, en dan natuurlijk Richard. Maar ja, Richard Cheese is dan meer richting de loungy dingen. Maar je hebt zo van die ja. Die onwaarschijnlijke. Vroeger, dat is ook altijd iets geweldig als er iets nieuw uitkomt of er is een nieuw soort van geluid. En vroeger was het toch zo, dan hoorde je dat ook op alle platen. Hoe slecht het dat ook was, hoe cheesy, hoe gedateerd het dan nu klinkt. Maar toen was dat, wauw, een synthesizer, we moeten dat even, daar moeten we iets insteken. Ik ben het al even vergeten, maar gisteren waren we naar zo'n oude jaren 80 platen. En zij kenden, en zij is iets jonger dan ik, maar zij kenden nog iets waar ik totaal nog nooit van gehoord had. En dat begon precies hetzelfde beatje, maar een beetje computerbeatje, als She Drives Me Crazy van Fire Cannibals. Maar dat was echt zo, precies dat beatje, dus dat komt uit diezelfde computer. En dan zo, dat is iets met, maar ik weet al niet meer hoe die Modern Lovers of Modern... Ik weet niet eens meer hoe die band heette. Maar dat begin was exact She Drives Me Crazy van... Maar dat komt op de... Ja, ze gebruikten allemaal diezelfde
Dezelfde computers, hè? Ja, zo'n dingen. Trio heeft ook zo'n Trio, ken je nog die da-da-da, hè? Ja, ja. Dat is ook dat ritmeke, dat komt... Chimie heeft me de antwoord. Chimie is daar... Dat komt al het een of ander heel simpel, bijna speelgoed, muziek, echt... Een machineke, ja. En dat is... Dat hebben ze gewoon overgezongen. Ja, dat is zo ritmeke, dat is... Weet je wat ik ook net op deze cd zag? Dat is ook zo typisch voor de jaren 80 dingen. Toen, in de jaren 80 zetten ze op de cd of het AAD, ADD of DDD was. Ja. Hè, omdat het analoog opgenomen, digitaal gemixt, digitaal gedrukt. Ja, gemasterd. En ik denk daar bijvoorbeeld die plaat van... De Dire Straits, Brothers in Arms, was een van de eerste veel verkochte platen die digitaal was opgenomen, digitaal gemasterd en digitaal gedingest, of hoe dat dan. En deze is ADD, staat erop. Maar nu zetten ze dat niet meer op cd's, want nu is alles altijd digitaal. Maar toen was dat echt een onderscheid, hè? Ja. En men dacht dat DDD dat ook het beste van het beste was. Dat was best dus van het beste, ja. Later zijn ze er ook op teruggekomen. Nu, meestal ADD wou zeggen van, we hebben die banden liggen, we gaan dat niet opnieuw terug opnemen, dus het is gewoon analoog opgenomen. En we smijten dat gewoon. Maar, koop jij soms platen als ze opnieuw zijn geremasterd en dat dan beter klinkt? Of vind je dat dan die oude platen toch beter? Bijvoorbeeld van een Ennio Morricone of ik weet niet wat. Ik heb er nog nooit op gelet. Nu van Morricone zijn er, denk ik, zoals ze veel remasterd zijn, dat weet ik eigenlijk niet hoor. Maar ik weet dat bijvoorbeeld. Allee, een kampioen der groepen die dat altijd doen, bijvoorbeeld Led Zeppelin. Hoeveel keren zijn er nu al nieuw remasterde... Maar op het duur kunnen toch zo van... Hé, mannetjes, je hebt 12 platen gemaakt. Zo, that's it, hè. Ja. Die klonken toen kunt goed. Die blijven, die klinken nu nog goed. Zijn die remastered beter? Misschien kunnen we wel een paar dingen wat beter krijgen. Maar remastered, ik zeg altijd, remastered is geen... hoe moet ik zeggen? Geen garantie op beter geluid. Nee. Ik kan nu niet direct een plaat, maar het is al wel eens gebeurd dat ik een remastered plaat, dat ik denk van, ja, maar klinkt dat nu beter? Ik vind het eigenlijk niet. Ik heb wel de eerste plaat van, ik ben een grote Nine Inch Nails fan, de eerste plaat van Nine Inch Nails, de Downward Spiral, die is gemaakt in 88, 89. Die heeft hij zelf geremasterd en die klinkt ook echt beter. Die is ruimtelijker, de geluiden zijn scherper. Ja, die heeft gewoon, ja, dat is natuurlijk ook, dat is ook net als jij een beetje een vakidioot die al die apparatuur heeft staan en die heeft gewoon gedacht van, ik wil dat daar niet op een George Lucas manier, we gaan het verneuken, hè? We gaan het heruitvinden, we gaan het gewoon beter maken zoals ik het toen had willen doen, maar de apparatuur niet had. Ja. En bij het Downward Spiral hoor ik wel dat de remasterde versie echt wel beter klinkt. Ja, toch wel. Maar sommige platen dienen zich ook niet tot... Ik weet nu niet dat er een remasterplaat van de Sex Pistols bestaat, maar ik heb nog een oude truc. Ja. Dat klinkt zo als... Dat is precies wat er... Dat er zo'n gigantische metalen bol door je huis komt. Maar dat moet keer, ook, dat zijn de Pistols. Dat moet ook gewoon. En dat klinkt... Maar die klinkt ook fenomenaal goed, zoals die opgenomen is. Ja. Moet dan niks aan veranderen. Ja, ik vind Never Mind the Bollocks, dat is een beetje de thriller van de punk, is dat. Ja, maar eigenlijk is dat zo'n pikke... Ik denk dikwijls zo'n remastering is bij mij dikwijls, niet altijd, maar dikwijls zoiets van... Ik zeg maar, je gaat de David van Michelangelo in een keer een klak opzetten. Dan is dat niet schoner. Dat is niet schoner, hè. Dat is modender, maar dat is niet schoner. Of we gaan die inkleuren. Want we gaan die wat roze kleuren, we gaan dat blad groen... Ah nee, dat is geen blad, dat is de piet dat die net... Dat is daar een bukken, vind ik. Dat is absoluut, dat klopt wel. Tenzij het door de artiest zelf gedaan wordt, en als die artiest ook snapt wat hij aan het doen is. Want we kennen allemaal George Lucas met Star Wars, die er elke keer als Star Wars uitkomt, is er weer iets veranderd, is het weer slechter geworden. Maar, dus je moet ook een beetje... goed, we gaan bijna sluiten. Wat zijn jouw top 3 platen van het moment? En we hadden dit niet afgesproken, dus dit is putting you on the spot. Oude plaat, nieuwe plaat, whatever, soundtrack, whatever, wat je maar wil. Als je zegt, Tom P.L. Peters zegt tegen de mensheid, je moet dit luisteren. Het mag heel voor de hand liggend zijn, maar het mag ook iets heel obscuur zijn, wat je maar wil. Wacht, mijn hond komt hier nog goed naar zeggen. Niet van mij. Je caught me by surprise. Ja. Ik heb
Het is echt waar, ik heb hem nu opliggen. Dat is een plaat van 60 jaar radio van de VRT. Van de BRT, sorry. En dat is een fantastisch stuk van Daniel Sternefeld. Als mensen dat eens willen checken. En dat is muziek en dans aan het hof van Maria van Bourgondië. Het is van de 20e eeuw. Dat ligt nu al dagen op replay. Dat wil zeggen, replay voor de jongen, dat is gewoon de naald terug van voor op de plaat zetten. Ja. Dat vind ik, daar heb ik herontdekt, dat vind ik fantastisch. En hoe heet dat juist? Dat Daniel Sternefeld was een Antwerps, geboren in Antwerpen, 20-eeuwse componist. Daniel Sternefeld, oh man, ik kan zeggen de naam vanachter verkeerd zeggen, maar ik denk dat Sternefeld is. Ja. Dat vind ik een goede plaat. Wat ik ook ben terug beginnen naar luisteren, is... Sabbath Bloody Sabbath van Black Sabbath had ik al een hele tijd niet meer opgezet. Dat vind ik een fantastische plaat. Ja. En dan heb ik ook nog... Waar heb ik hier gisteren op... Ik kan ze bijna zien staan, hoor. Denk ik. Ik weet het niet. Ik kan er niet op komen. Maar dat is ook een plaat die mensen ook eens moeten luisteren. En wat moet ik er nog één uit kiezen? Hè? Wat heb ik onlangs nog... Ik heb Siamese Dreams nog eens opgezet van ik zie ze nu... De glans. Dat is denk ik ook een hermasterde of een heruitgegeven plaat op 180. Ik had die zien liggen. Ik denk, ik ga die nou eens opzetten. Het Siamese Dreams van Smashing Pumpkins. Goeie plaats. Ik hou niet geen fan van Smashing Pumpkins, maar oké. Okay. Jij wel. En, ja, dan pak ik iets anders. Nee, dat is kei goed. Dat is kei goed. Nee, maar ook niet... Ik ben blij dat je geen Radiohead zegt, want dat haat ik echt op. Dat zijn de laatste drie platen die ik heb opgelegd. Voilà. Ik kan dat niet... We weten wat een favoriete platen, Fokke. Ik zeg dat ook altijd, dat wou ik eigenlijk vorige keer ook zeggen. Dat is ook een pikken op mijn gemoed. Ah, ik heb daar goesting voor. En dan denk ik van, wat een goede plaat is dat. En ik had dat nu met je Sternefeld. Ik had dat één keer zien liggen en ik dacht, ah, dat vond ik zo goed. En dat ligt nu eigenlijk al 4 dagen achterin op. Zalig. En ik heb hem hier net gegoogeld, Daniel Sternefeld. En ik ga die man checken. En jij gaat die plaat van Advisser zoeken en ik ga die plaat van Daniel Sternefeld zoeken. Ik kan dat doen. Ik moet dat weten. Advisser. En ik hoop ook dat we elkaar rap kunnen terugzien, Fokke. Hetzelfde, absoluut. Het is een raar tijden en ik hoop dat Ginder in Antwerpen goed gaat en dat rap... Zonder terug over de C-word te beginnen. Heel erg... Heel erg bedankt voor het gesprek, lieve vriend. En nog harder bedankt voor de intro tune. 250 afleveringen. We klinken bijna professioneel. Dus dankzij jou. Goed. Ik heb er nog te goed te klinken. We komen er nog. Ook wel, ja. Goed. Alright, lieve vriend. Bye-bye. Alright. Het is vandaag zondag 2 augustus. En ik zit hier tegenover via Skype Wim Swerts. Dag Wim. Dag Fokke. Hoe is het, man? Ja, jammer dat het op deze manier moet. Maar het is corona, is dat helemaal zo. Wij gingen eigenlijk een superleuk evenementje doen in de Joker. Met jou en Herman Verbrugge. En dat is helaas niet door kunnen gaan. En we kunnen het nu ook door corona niet verplaatsen. Super jammer, want het nieuwe Vertonghen en Co-album is uit. Prinses Bieke. Ja, klopt. Inderdaad. En ik heb totaal geen interesse in dit album, op één plaatje na. Eigenlijk achteraan. Op pagina, daar staan geen pagina's op. Maar ik denk dat... Denk de voorlaatste pagina's. Ja, op twee pagina's. Leven, Monte, Cacao. Het is toch cacao, hè? Dat ze zeggen. Ja. Het is eigenlijk Monte Carlo waarschijnlijk, dat is normaal. Ja, natuurlijk. Ja. En daar staan ik en Xander de Rijke staan in de crowd. Het is klein, maar wel heel gaaf. Dat gaat een terugkerende joke worden. Hè? Zitten jullie ook. ik ben zeer vereerd. En het is een ding... Mijn bucketlist is weer ietsje kleiner, want ik vind het echt, super gaaf, super leuk dat je het gedaan hebt. Dus we kunnen het niet genoeg pluggen, dames en heren. Koop dit album, Vertonghen & Co. nummer 31. Want jij blijft gewoon, ondanks corona, gewoon lekker doortekenen, neem ik aan. Ja, dat is wel het voordeel. We hebben eigenlijk nooit anders geweten. We hebben ook al
tussen 4 uur gezeten en altijd doorgewerkt. Het enige wat er professioneel voor mij een klein beetje anders uitzag, was het lesgeven. Ik geef avondles. Ja. Striptekenen in de academie en in Sintra. En ja, dat is gedeeltelijk online moeten gaan. En dat lijkt me moeilijk om online zoiets praktisch te moeten uit. Ja. Het is niet ideaal. Nee. Het is niet ideaal. We hebben ons beholpen met wat we hadden en konden. Maar voor tekenen moet je erbij zijn. Moet je kunnen uitleggen, kunnen laten zien. Dat gaat gedeeltelijk wel via de... Tekenen al die mensen op papier of is dat ook wel op digitaal? Dus dat je wel zo via schermdelen kunt zien wat ze aan het tekenen zijn? Dat doe ik dan vooral. Hè. Ik Kan op mijn iPad en dan via Procreate en via schermdelen kunnen ze dan mijn schetsen wel zien. Ah ja. Passingen en dergelijke. Maar zij sturen dan wel foto's van wat zij getekend hebben en dan kan ik dat wel aan... Het is altijd een omweg. Ik hoop dat het volgend jaar een beetje beter zal gaan en dat we elkaar terug kunnen zien in levende lijven. Maar inderdaad. Het is afwachten. Het ziet er niet echt positief uit tot nu toe. Nee, het is momenteel eventjes... ik kan me wel voorstellen dat jouw leerlingen, omdat ze nu veel meer thuis hebben moeten zitten, meer hebben kunnen werken en betere resultaten hebben neergezet. Is dat ook zo? Wishful thinking. Nee. Ik heb hele, hele, hele toffe studenten. En echt, ja, dat moet je zeggen natuurlijk. Daarmee heb je geen keus. Nee, maar ja, ik heb zelf ook les gevolgd. En als je thuis zit en de druk zit er niet achter, dan heb je de neiging om dingen te laten liggen. Ah, toch wel, ja. Ja. Ik merk dat zelf. Ik heb op mijn eigen, of ben proberen op mijn eigen gitaarles te laten. Ah, ja. En dat doe ik dan ook via online lessen. En het vergt toch wat zelfdiscipline. En voor iedereen zo. Nee, dat is ook wel zo. In theorie heb je dan tijd om creatief te zijn. In de praktijk zit je gewoon Netflix te kijken in de zetel. Ja. Helemaal juist. Hey, en met welk album ben je nu aan het tekenen? Nu zijn wij bezig met een virusalbum. Letterlijk. Oh, ja. Ja, dus vertongen uiteraard. En dat is een klein beetje geïnspireerd op wat er momenteel gaande is. En het gaat over de vampieren die een virus overbrengen. Dus de vampieren die komen regelmatig terug in de vertongen verhalen. Ah ja. Want ik zag namelijk dat Prinses Bieke, ik heb het natuurlijk wel gelezen, dat het eigenlijk een vervolg is op nummer 20, de rally van Monte Cacao. Ja, dat klopt. Dus af en toe komen die plaatsen en die figuren terug. Ja. Het volgende album, het is altijd meegeschreven door François Cartigiani. Ja. En die woont in de Provence, waar Hek Leemans ook een buitenverblijf heeft. Kijk eens aan. En nu gaat het verhaal zich daar afspelen in Carpentras. En dat is wel leuk om dat op te zoeken en te documenteren. Jammer genoeg, onder leuke omstandigheden had je er daar kunnen gaan en het allemaal aan de lijf ondervinden. Maar dat gaat natuurlijk wat moeilijker. Ja. Dit is album 31, dat is vorige maand uitgekomen. Wanneer komt album 32 uit? Ik dacht dat het toch met een speling is van 3 of 4 maanden. Dus ik denk ergens... September dan? September? September, oktober? Ja. Ik durf het niet uit mijn hoofd. En wat is de titel van dat album? Strikvraag. Ik onthoud nooit wat ik teken. Want daar is ook een cameo, daar sta ik ook weer in het volgende album. Daar staat je zeker in. Want als het daar gaat... De vertongen in New York. In New York. Ja. Ah, super. Ja, als het natuurlijk, laten we proberen, als de coronamaatregelen allemaal wat geschikter zijn en we kunnen terug, laten we dan wel voor dat album een live podcast of een live evenement in de Joker doen met jou en Herman Verbrugge. Met alle plezier. Zou ik heel erg leuk vinden.
Want ja, ik ben wel echt vereerd. Want dat is echt een droom die waar wordt. Ja, je kunt je dat misschien moeilijk voorstellen, maar dat is echt, ik vind, ja, door strips zo gebeten en het feit dat je dan op een plaatje staat, dat is voor mij echt, dat vind ik echt heel gaaf. Maar ik vind dat ook heel, heel leuk om te doen. En ja, je weet het, ik ben fan van de Fokcast. Ja. Ik heb net gemerkt, hè, ik beluisterde de podcast altijd via de podcast van de iPhone. En daar stonden 150 afleveringen niet op. Hè, dus nee. Het begint vanaf 151. Ja, nee, precies. En ik denk gewoon dat de laatste 100 erop staan. Want, en daarom vind ik het ook leuk dat je er nu bij bent, dit is voor aflevering 250. Ik wou je er graag bij. En ik heb je ook gevraagd. Een beetje brutaal voorbij om een tekening voor de 250ste, voor het beeld van de 250ste. Dat heb je ook gemaakt, dat is echt super cool. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Dus de beeldenis van de MP3 en van overal op alle, waar het online komt, de beeldenis van de 250ste aflevering heb jij gemaakt. Nou, daar ben ik je heel erg dankbaar voor. Ik zou daar ook graag in een iets grotere versie ergens willen ophangen of zo. Dus als je me dat kunt bezorgen op een of andere manier, zou ik echt geweldig vinden. Zeker weten. Maar ik heb het inderdaad gezien dat er op die podcast dingen, dat maar de laatste 100 afleveringen zijn. Dus ik ga, en ik heb het aan Xander gevraagd, want ik ken daar natuurlijk geen hol van. Maar Xander zegt dat ik dat in mijn upload site, de Libsyn, waar ik het upload, dat ik daar moet veranderen. En ik ga daar zo meteen even achteraan. Dus als de mensen dit horen of zien, dan is het hopelijk al opgelost. En staan ze er wel alle 250 op de podcast app. Ja, ik heb het dan via Spotify. Hè, daar staat het blijkbaar ook op, maar dat is niet mijn reactie om daar op podcasts te beluisteren. Ja, daar staan ze wel nu nog allemaal op. Maar op die podcast, ja. 150 in te halen en met veel plezier ga ik er nog wel eens in. Ja, daar zitten natuurlijk, dat is allemaal heel verouderd. Dus daar zitten wel ook vaak dingen tussen die door de tand destijds, dat een beetje verouderd wordt, hè, een beetje gedateerd zijn. Maar dat is er helemaal. Ja, maar wat wel leuk is, is dat jullie over dingen spreken die zich in de toekomst gaan afspelen, die dan ook meteen, of ondertussen gebeurd zijn. Ja. En die toch vaak kloppen. En dat is wel heel leuk. Dat is heel leuk. Nou ja, ik vind het gaaf dat je... ik ben fan van jou en jij luistert naar de podcast. Ik ben zeer vereerd. Lieve vriend, super hard bedankt om even tijd voor ons te maken en om mij in... Ik zal nog één keer zeggen, vertolking en code nummer 31, prinses Mieke te vereeuwigen. En ook voor het beeld van de 250ste aflevering, man. Ik ben zeer leuk. Fijn nog te zien en hopelijk dat we het snel in levende lijf kunnen doen. Heel graag. En heel graag gedaan. En ik hoop dat er nog 250 afleveringen komen. We gaan het proberen. We gaan het zeker proberen. All right. Goed. Top. Tot snel, man. Bedankt. Dag. Nu zet ik het gewoon... Oh.